De beste wensen voor het nieuwe jaar nog. Dank je. Ik wens jullie ook alle goeds voor dit jaar. Heeft u nog speciale plannen? Nou, echt speciale. Dit jaar weer op vakantie kunnen. Ja. Op een manier dat we zeggen, dat vonden wij leuk. Ja. Dat hebben we de afgelopen ronde wel een beetje gemist. Ja. Zit dat er volgens u in? Het najaar misschien. En dan niet al te groot. Lekker hier in het binnenland. Ja. Nou mevrouw, de beste wensen voor het nieuwe jaar. Nou, dank u wel. Wat zijn uw verwachtingen zoal? Nou, dat we dit ding niet meer nodig hebben. En dat de vaccinatie een beetje snel gaat verlopen. Ja. We wachten maar gewoon af. Ja. Ik denk september, oktober, dat een stuk beter gaat. Bijzondere verwachting. Nou, hopelijk dat alles met het corona goed komt. Die verwachting heb ik. En we krijgen straks allemaal als goed een spuit. En dan hoop ik dat het goed komt. Ja, nou, ik hoop in ieder geval dat de winkels zo weer open gaan. Want ik vind het een beetje een dode bedoeling zo. Dat mist u? Ja, dat mis ik wel, ja. Ja. Maar er is nog een lockdown tot 19 januari. En het ziet er naar uit dat die nog wel verlengd gaat worden. Ja, dat lijkt me wel verstandig. Maar ik hoop dat het vaccineren een beetje opschiet. En dan hoop ik dat de lockdown ook gauw afgelopen is. Ja, ik hoop zelf dat we een mooi jaar hebben, dat we weer lekker kunnen sporten. En gauw weer allerlei dingen kunnen doen wat we graag willen. Vooral de jeugd zijn en ook dat iedereen weer lekker aan het werk kan. Dat lijkt mij wel hartstikke mooi. Nou, ik denk niet veel anders dan 20. In ieder geval het komende half jaar. En nou goed, dan hebben we natuurlijk over het corona-verhaal. Ik verwacht dat de maatregelen wel een beetje hetzelfde blijven. Dus de flow zal hetzelfde blijven. Veel thuiswerken. Kindjes op en af naar school, denk ik. En naarmate het voorjaar begint, zal het wel weer beter worden. Jawel, dat ik dat corona natuurlijk weggaat. En dat alles loopt zoals het moet. Dat corona weggaat, dat hoop ik heel erg. En waarom hoop je dat zo erg? Ja, nu zit natuurlijk alles dicht, dan kun je ook helemaal niks doen. Bent u hoopvol gestemd over dit jaar? Hoopvol, ja. Moet altijd hoop houden, hè. En ten aanzien van de coronamaatregelen? Nou, ik vind dat een beetje gezeik erover. Iedereen die voelt zich viroloog en heeft er een mening over, daar zijn we een beetje zat van. Gewoon enten en doorgaan. Werd ook wel een keer tijd, heeft het lang genoeg geduurd zo. Laat u zich vaccineren? Nou, in het begin had ik altijd van afwachten wat er allemaal gebeurt. Maar zo'n beetje al die berichten, denk ik wel dat het goed komt. Ja. En ik laat me nou al vaccineren, ja. Wat hebben we te verliezen? Ik bedoel, we hebben die leeftijd, tenminste ik althans. Ja, baat het niet, schaadt het niet. Ja. We gaan ervan uit dat het wel helpt. Denkt u dat veel mensen zich zullen laten inenten? Ja, als er één schaap over de dam is, volgen er meer, zeggen ze wel. Hè? De meeste denk ik wel. Ja. Maar er zijn altijd mensen die gaan tegen de stroom in en dan zou je toch. Ik snap dat ze beginnen met de zorginstellingen, et cetera, en de zorgmedewerkers. En dat lijkt me ook een goed punt dat ze dat doen. De risicogroep moet gewoon als eerste gevaccineerd worden. En ik hoop dat het dan langzaam maar weer versoepeld wordt. Laat u zichzelf ook vaccineren? Als de mogelijkheid daar is, denk ik wel, ja. Want anders zouden ze het ook niet doen en ze doen het ook al in andere landen. Dus. Laat je jezelf ook inenten? Nee. En nee, heb je daar een speciale motivatie voor? Ook omdat ik echt een hele grote angst heb voor naalden. En ook gewoon omdat ik denk dat het vaccinatie, de bijwerkingen. Ja, ik doe het gewoon niet, omdat ik vind het gewoon niet veilig. Ik denk dat het wel moet. Ik denk dat het niet vol te houden is uiteindelijk. Stel als de vaccinaties niet zouden helpen, dan moeten er misschien gekke keuzes gemaakt worden, denk ik. Denkt u dat we dit jaar af zijn van de coronamaatregelen? Ik weet het niet. Ik ben geen helderziende. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Dat het een voorspoedig jaar wordt en met de huidige inentingen en alles, dat het wel goed komt.